Het is vandaag Wereld Aardedag. In dit kader heeft bisschop Karel Tjuni speciale aandacht gevraagd voor kwikvergiftiging in Suriname. Volgens de bisschop van Paramaribo heeft God deze wereld voor ons geschapen. Niet enkel omdat wij gezond kunnen leven, maar ook voor het milieu kunnen zorgen. Monseigneur Tjuni richt zijn boodschap aan de Nationale Assemblée, nationale en internationale milieuorganisaties, als ook het Surinaamse volk. De bisschop zegt verder dat de rijkdom van de Surinaamse natuur altijd een belangrijke bron van werkgelegenheid en economische ontwikkeling is geweest. De mijnbouw, waaronder bauxiet, olie en goud, en de landbouw waren en zijn nog steeds belangrijke economische pijlers die aan velen werk verschaffen. Echter meent de kerkleider dat de aanwending van deze natuurlijke rijkdommen nimmer ten koste mag gaan van het welzijn van de mens. Hij betreurt het daarom dat in Suriname en in andere ontwikkelingslanden dit welzijn wordt opgeofferd omwille van de groei van de wereldeconomie. Elk jaar worden naar schatting bijna 20.000 kilogram kwik geloosd in het milieu. Tjuni wijst erop dat kwik niet alleen het milieu en gezinnen in het binnenland vergiftigt, maar ook die in de stad. De bisschop Monseigneur Tjuni vraagt tenslotte op deze Wereld Aardedag de schepper te eren door het milieu te beschermen voor kinderen van vandaag en de toekomstige generaties.